Hallo iedereen, het is Manny Mets hier en vandaag gaan we een potje Don't Shit Your Pants spelen. Het is een survival horror spel. Ik speel dat niet zo vaak op mijn kanaal, dus ik dacht, nou, het wordt weer eens tijd. Dus de instructies. Oh mijn god, iemand zegt in de chat dat hij zich gaat aankleden. Well played. Dus in de instructies staan dat je start moet typen om te playen, play moet typen om te starten. Wacht. To start type play. Oh mijn god, het spel klopt niet meer. Quit! Error! Ah! Hallo, ben ik weer. Ik was even kapot moe, dus nee, eigenlijk niet. Ik verloor het even. Want je moest play typen, maar niet starten. En ik snap het echt niet meer. Oké. Okay. Awards for the achievements. Don't shit your pants is mijn doel, dus ik moet niet in mijn broek schijten. Nou, dat wordt niet moeilijk. Tenminste, het bedoel is in het echte van het spel. Kom maar goed. Delete om een file te deleten. Delete. You really need to take a shit. Don't shit. You shit your pants anyway, game over. Wow, thanks, nice. Oké, ik moet niet in mijn broek schijten, dus. Nou, oké, opnieuw. Play, weet je wat, fuck it. Oké, nice. Oké, play. Open door. Push. Pull door. Pull pants down. Ik bedoel, als je gaat poepen heb je wel even... Wat? Waarom? Take off pants. Hoe kan je niet weten hoe je broek... Take off top. Shirt. Damn it! Sit on toilet. Kom op, ga schijten man! Poe! Ja! Thinking inside the box and shitting. Nice, oké. Oké, dat zijn er twee. Volgende, take off pants. Damn, hij weet ook niet hoe die moet plassen. Oké, take off shoes. Nee, poep. Nee, echt geweldig, nee. Ziet het voor mij er trouwens ook altijd uit. Oké, is er nog, er is valt, de door was zo. Oké, ik denk dat er nog een andere ending is dat je gaat, take off pants. Sit on toilet. Je probeert rustig op de toilet te gaan zitten met de deur dicht. Maar. Wat? Die pogingen zijn ijdel. Ijdel! Open door. Pull door. Close door. Open door. Wat? Pull door. Suicide. Nee! What the fuck? De zelfmoord is een optie. Blijkbaar. Wat als ik zelfmoord gelijk pleeg? Dus suicide. Jammer, dat is nog in mijn broek. Jammer. Hebben we iets van... Mets? Nee. Ik weet niet hoe dat heet. Ik kan het op internet op gaan zoeken. Maar oké, dus pull door. Sit on toilet. En poep. In mijn broek. Nou, poepbroek. Bah. Nou, ik ben zo terug als ik even heb opgezocht wat je moet doen voor locatie. Als dat tenminste bestaat. Yo. Ja, nee. Ik kan echt helemaal niks vinden. Ik heb wel niemand gevraagd en die zegt, ja, probeer gewoon pillen. Dus, take pills. Fart. You farted too hard and shit your pants. What the fuck? Oké, play. Fart softly. Gelukkig. Hey, mijn timer is omhoog gegaan, of niet? Nog een keer. Softly. Jammer. Take pills. Wait. Do nothing. Weet je wat ook kan? Ik kan ook misschien, even denken, wat kan ik het beste doen? Suicide was geen optie blijkbaar. Nou kijk, we hebben natuurlijk een deur. We hebben schoenen aan, we hebben lelijk haar. Uh,
Wat gebeurde er ook weer als ik gewoon gelijk poep in typte? Even een slokje nemen hoor. Wat kan ik doen? Heb ik misschien een... Hè? You didn't shit your pants. Congratulations. Oh, wait a minute. You just shit your pants? Wat? Dat is het doel. Was dat wat ik moest doen? To not poop an extra 5 seconds. Wow. Wow. Truth. Nice. Oké, wat kan ik het beste doen? Poep. Hè? Huh? Oh nee, het is voor de game. Laat maar. The game had started, yeah, but you just couldn't help yourself. Ja, maar ik moet gewoon onwijs nodig poepen. Waarom opent dit steeds? Dat is echt heel irritant. Oké, okay, nice, ben er weer. Just play moet ik doen. Oh mijn god, iemand zegt nu wat in de chat. Net toen ik een half uur heb zitten zoeken naar mensen. Nou, YOLO, boeit niet. Dus take off pants. En wachten. That's it. Yeah. Echt. Die man heeft ook echt een buikje waarvan je denkt, weet je, het valt me geen eens op. Ik vind het geen eens raar dat die vent niet weet hoe die gewoon moet poepen. You're running out of time. You need to find a way to reduce the pressure in your gut. Ik kan een scheet laten. Doe jij ook mee met de Four Kings? Oeh, porn. Wat? Dat zei ik niet hierop. Oh my god, it's bigger than that! Do something about the gas buildup! Good thing your pants were off. Yay! Ik heb alles gehaald. If only you had a little more time in IRQ. Nou jongens, dit was dus Don't Shit Your Pants. Met een kroontje natuurlijk, voor de echte mensen. En ja, dat is het. En onthoud, als je dan naar de wc moet, doe dan eerst je broek uit, hè. En de deur open. Zo meteen daar loop je tegen de deur aan, zoals deze vent. Ja, die vent kan er niks aan doen. Hij is half kaal. Dat betekent dan ook dat je... ja, graag naar de wc gaat. Nou, ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei doei.